Grote drukte bij zwemplas het Nije Hemelriek. Problemen voor streekmusea bij heropening. Onbegrip over gesloten toiletgebouwen op campings. Mooi weer, een lekker temperatuurtje en voor veel mensen is het vandaag een vrije dag. En dat betekende een grote toeloop naar zwembaden en zwemplassen. Het was heel fijn, ja. Ja, het is mooi weer en vanochtend was het nog een beetje rustig, dus was goed te doen. Water een beetje koud, maar daar weet je wel aan. Ruim 2500 mensen vandaag bij het Nije Hemelriek en het naastgelegen Gasseltenveld. Vol is vol wat betreft het parkeren en dus moesten de parkeerterreinen aan het begin van de middag al afgesloten worden. Kijk, we hebben nog wel plekjes, waar hier ook het hele veld is hier nog leeg, het grasveld, daar kun je best liggen met voldoende afstand. Maar we hebben geen plek meer op de parkeerplaats. Ja, je wilt enige grip hebben op het aantal mensen hier. Als je overal ook maar vrij laat parkeren, ja, dan hou je dat op een gegeven moment ook niet meer in de hand. Illegaal parkeren wordt beboet en handhavers lopen rond om te controleren op de 1,5 meter afstand. Nou ja, en door die maatregelen die er genomen zijn en door goed toezicht te houden, gaat het prima. Ja, en mensen letten ook wel op ook, hoor, waar ze gaan zitten. Ja, natuurlijk zijn er groepjes wat wel wat dichter bij elkaar zit, maar over het algemeen valt het wel mee. Maar toch blijft het wennen. Zo bleek ook vanochtend bij zwembad De Leeuwal in Exlo. Ja, en als u maar die 1,5 meter afstand houdt, daar moet je dus echt rekening mee houden. Het zwembad is sinds kort weer geopend en badgasten stonden vanochtend dan ook bij de ingang te wachten. Hoeveel mensen zijn al binnen hier vandaag? 20. Nou, er zijn al 20 mensen zijn inmiddels al binnen. We zijn nu een 20 minuten zijn we geopend. Lekker verkoelend, zeker tot 30 graden vandaag, dan is het wel lekker. Ik kan gewoon eigenlijk hetzelfde doen als normaal. Het zwembad heeft flinke maatregelen moeten nemen. 'S Ochtends mogen alleen volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar naar binnen. 'S Middags zijn de kinderen tot 12 jaar met een zwemdiploma aan de beurt. Maar we hebben dan geen matten in het water, geen speelmateriaal in het water. En ook al onze andere speelattributen zijn dus afgesloten. Onder een bal naar het volleybalveld, de kinderglijbaantje, het kinderbadje, dat is dus allemaal afgesloten. Daarnaast geldt er eenrichtingsverkeer, zijn er verschillende banen in het wedstrijdbad en is er een andere uitgang. Ik verwacht dus niet zoveel drukte als dat het vorig jaar met warme weer een hele grote drukte was. Dat mensen wel bewust gaan nadenken, we gaan dus wel, we gaan dus niet. En de eerste warme dag van het jaar is zowel bij de zwemplas als bij het zwembad naar tevredenheid verlopen. Hopelijk komen er deze zomer nog veel meer mooie dagen. En als iedereen zich gewoon houdt aan de afspraken, aan de richtlijnen, ja, dan moet het ook goed gaan. Ja, dan gaan we ook een schitterend mooi seizoen nog tegemoet tot en met september, wat er gaat. Ja. Streekmusea mogen officieel in juni weer open. Toch worstelen ze in historische panden met de opties. Dan ga je in dat gat. Het komt niet goed. Het komt gewoon niet goed. De deuren van het drukkerijmuseum in Meppel blijven voorlopig dicht. Hoe mooi het pand ook is, er is te weinig ruimte voor een 1,5 meter route. Dus je krijgt opstoppingen boven. Allemaal sluip door, kruip doorgangen. Je moet het gewoon niet willen. Je moet het niet willen. Het is een mooi museum. Op de tijd dat iedereen welkom is en alles weer gewoon is. Nagekerker had zelf nog wel ideeën gehad voor een route door het museum. Maar het vrijwilligerstekort, wat nu ook door de crisis ontstaat, maakt de heropening onmogelijk. Wij hebben een plicht, ook dat is uitgeroepen door onze regering, te beschermen degenen die ouder zijn. En helaas moet ik zeggen, we hebben niet zo heel veel jonge vrijwilligers. De meeste zijn al op leeftijd. En ja, die kunnen wij absoluut niet hier als een soort politieagentje door het museum laten lopen. Dat willen we niet en ik denk ook niet dat zij dat willen. Bij de schatkamers in Zuidwest-Drenthe, waaronder het Oermuseum in Diever, lopen ze tegen dezelfde problemen aan. Ook daar zitten ze met veel vrijwilligers op leeftijd. Nou ja, als ze open gaan, dan gaan we voorlopig alleen in het weekend open. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dat heeft ook te maken met een beperkt aantal beschikbare vrijwilligers. Het museum kan waarschijnlijk nog wel beperkt open. Door een recente verbouwing hoeven bezoekers elkaar niet te passeren. Nou, we hebben het uitgemeten. 1,5 meter is inderdaad moeilijk, maar als je met schermen werkt en dat mensen gedwongen een bepaalde route lopen, eenrichtingsverkeer, dan moet dat lukken volgens ons. We hebben twee deuren. De ene gaan we gebruiken als ingang en de andere als uitgang. We hebben twee trappen. De ene gebruiken we om naar boven te gaan en de andere naar beneden. En je volgt dan de vaste route en dan moet het volgens ons lukken. En je mag maar een beperkt aantal mensen in huis hebben. Bij het Drukkerijmuseum in Meppel zijn ze op zoek naar andere mogelijkheden. De tentoonstelling over de Oranjebode, de eerste verzetskrant, wordt waarschijnlijk verplaatst. Ja, het doet zeer.
Ik hoop ook dat volgend jaar, want zo hebben we dat als bestuur ook afgesproken, deze hele expositie met alles wat erbij hoort opnieuw weer ingericht gaat worden, waardoor we toch al die scholen weer kunnen uitnodigen en wellicht ook middelbaar onderwijs de eerste klas. De advocaat van de 47-jarige man die wordt verdacht van poging tot doodslag bij een verkeersruzie aan de Roldestraat in Assen mag van de rechter 6 getuigen horen. Op 27 december vorig jaar botsten 2 auto's op elkaar op deze rotonde. Hier ging een wilde achtervolging aan vooraf waarbij 2 mensen werden aangereden. Daarna gingen de inzittenden van de auto's met elkaar op de vuist. Volgens de advocaat zijn er nog veel onduidelijkheden in deze zaak. Hemelvaart is bij uitstek de drukste dag van het jaar bij de kampeerhal in Rode. Maar dit jaar valt het tegen. Ik denk wel dat het een hele drukke, gezellige dag gaat worden. Maar het zal wat meer verspreid zijn over de dagen. Dat merken we eigenlijk dat mensen de drukte, echte drukte, nog wel vermijden. En dat ze ook door de week veel komen, dat het dan wat drukker is. Dus het zal wat geleidelijker gaan dan dat je hier met de echte drukke dagen gewend bent. Omdat de toiletgebouwen op last van de overheid op campings nog gesloten zijn, kopen mensen al veelal sanitaire voorzieningen. Toiletteentjes, alles om zelf te kunnen douchen, zelf watervoorziening, dat soort dingen. Echt om je privé sanitair te regelen, dat is het helemaal. Het is altijd een belangrijke groep, je ziet er ook veel staan. Maar zo gek als nu moeten we het bijna dagelijks een paar keer bijvullen. En zo gek is het, dat komt echt door het coronavirus en door de reglementen die er zijn. Op camping Noorgeberg in Noorg staan veel gasten. Maar het toiletgebouw open, dat mag dus niet. En dat leidt bij eigenaresse Suzanne tot onbegrip. Wij snappen het niet, we kunnen het onze gasten niet uitleggen. Op het moment dat jij onderweg hier naartoe bij een tankstation mag stoppen, daar naar het toilet mag, bij ons niet, dan snap ik het niet meer. Met het mooie weer en het vooruitzicht dat op vakantie gaan in het buitenland moeilijk wordt, zijn er veel mensen die naar de Nederlandse campings trekken. En luxe campers met alle sanitaire voorzieningen of een caravan of tent zonder wc of douche. Voor hen heeft Suzanne iets bedacht. Wij hadden al privé sanitair en wij zijn in rap tempo zijn wij nog meer privé sanitair gaan bouwen. Deze zijn gisteren opgeleverd en zijn vandaag weer bezet. Hoe verwachten jullie het komend seizoen nog verder te gaan? Wij hopen dat wij zo snel mogelijk onze toiletgebouwen mogen openen. Op het moment dat we dat mogen, dan kunnen wij op een veilige en verantwoorde manier doen wat we het liefste doen en dat is gasten ontvangen. Het blijft vanavond nog lang warm en het wordt bewolkt. In de nacht zakt het kwik tot rond 14 graden. Vrijdag wisselen zon en bewolking elkaar af en in de loop van de dag kan er een bui vallen bij zo'n 23 graden. Zaterdag laat de zon zich meer zien, maar er kan dan ook nog een bui vallen. Het is dan wel wat koeler. Op zondag gaat het harder waaien en kan er wat lichte regen vallen, maar ook dan is er geregeld zon. En maandag belooft een mooie dag te worden met veel zon bij 20 graden. Tot zover deze Drenthe Nu. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot morgen.